In het Bonnefante Museum staat sinds vanmiddag een sfeervol en bijzonder kunstwerk. De 125 meter lange slinger van 500 lapjes is gemaakt door leden van Quiet Maastricht, de organisatie die armoede verzacht. Zij kregen na een oproep vanuit allerlei hoeken een enorme lading materiaal aangeboden. Daarmee gingen ze aan de slag, soms alleen, maar vaak ook met z'n allen. Nee, we hebben er wel voor gezorgd dat we op gezette tijden met elkaar aan een tafel, zodat we ook de materialen bij de hand hadden. En met professionele begeleiding de lappen dan gemaakt. En dan wel vrijgelaten in hoe iedereen, want soms word je geïnspireerd door de kleur of het stof of met draad of met kralen. Het is wat dat betreft gewoon een hele bonte boom geworden. De lapjes zijn allemaal uniek, zoals die ene. Er zit een lap tussen, die is gemaakt van spijkerbroekenstof. Daar zit ook nog het originele zakje op van de spijkerbroek. Daar zit een pen in en daar zitten briefjes in, gewoon blanco briefjes. En aan de achterkant zit een plastic zakje. En je kunt dus eigenlijk een wens opschrijven op het briefje en dat vervolgens in de spijkerbroek doen. Dus het is ook nog een beetje een wensenboom geworden. Het Bonnefante Museum zelf is verguld met de feestelijke aanwinst. De boom is vanavond bij de laatste Bonnefante Free Friday van het jaar voor het eerst te zien. Nou, vanaf 8 uur is het museum gratis toegankelijk voor alle publiek uit Maastricht. Dan wordt de boom ook feestelijk onthuld eigenlijk. Want vanavond is er een Free Friday en we hebben enkele keren per jaar hebben we een Free Friday. En dat zijn eigenlijk gratis avondopenstellingen waar er muziek, workshops, performances, allerlei optredens, lezingen, speedtours, eigenlijk te veel om op te noemen. Plaatsvinden tussen 8 en 11 uur 's avonds. En iedere Free Friday wordt georganiseerd met een organisatie of een stichting of een subcultuur binnen Maastricht. En dat zorgt ervoor dat het museum kan luisteren naar wat mensen in de stad interesseert. Wie vandaag niet bij de Free Friday kan zijn, hoeft de boom overigens niet te missen. De boom staat de hele maand december tot en met het einde van de kerstvakantie. En dat is 9 januari wordt hij afgebroken.